Don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Schatkamer. Dus die hoort daarbij. Alleen schatkamer heeft de duurdere dingen. Veel vintage. Ja. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. You didn't ask for any of this, but we reach for the sky. Pass with flying colors, you made it of the. Ik ben geslaagd. Ik heb geen kastje voor de zolder nog. Maar maakt niet zoveel uit wat daar komt te staan eigenlijk. En ik heb dus voor de slaapkamer, voor naast mijn kast. Het is niet bijzonder hoor. Kijk, deze die komt op de slaapkamer. Naast mijn kast. En daar kan ik dan of mijn ondergoedjes of mijn pyjama's of zo in doen. Nou, geslaagd. Ik ga even laten zien wat ik gescoord heb voor een paar euro. Stoelen. Ik heb er 4. Maar ik heb ze voor 3 tientjes ongeveer. En de derde, die poot is
daaronder, zeg maar, was die gebroken. Hij zegt, ja, waarschijnlijk is iemand erop gaan staan, want de stoel die lag op de grond en nou ja, met een gebroken poot. Want dit zijn dus, hij zegt, het zijn nieuwe stoelen. Ze zijn groenig, kun je nu niet zien, maar het is een beetje groen-grijzig. Ja, ik vind het heel leuk. En ze kunnen niet helemaal onder de tafel, maar dat kan niks bij deze tafel. Maar ze nemen wel veel minder ruimte in dan de stoelen die ik had staan. Dan, ik had geen koffer. En dat was elke keer als wij ergens heen gingen heel gedoe. En nu heb ik dus een enorme koffer. Voor 15 euro. En hij is helemaal goed en ontzettend groot van binnen. Dus daar kan ik echt voor mij en Kai makkelijk spullen in kwijt. Heel blij mee. Nou, ik heb net nog even hier deze bijgevuld. Dat heb ik allemaal gewassen. Ik mis alleen nu één handschoentje. Maar volgens mij zijn deze ook te klein. Dus ik denk dat die wel weg kan. Ik heb ook nog gewoon zwarte voor hem. En hij heeft nog wanten. Zo, dat is ook weer netjes. Nou, wat had ik nog meer meegenomen? Ik was op zoek naar een klein kastje voor de slaapkamer. Ik wilde gewoon wit, maar ik kon niks vinden. Totdat ik deze zag, ik dacht, weet je, het is goed genoeg. En hij was een tientje. Een tientje. Tada! Nu staat even de schone was erop. Want dat moet nog opvouwen. Maar ik vind hem leuk hoor. Hier ligt geen wasgoed meer. Want ik ben met de laatste wasjes bezig. Ik heb hier een beetje witte was. Maar dat is te weinig om al in de was te doen. En de andere twee zijn leeg. Dit moet nog even naar de zolder. Dus het gaat goed. Het gaat goed. Ja. Nou, dat even kijken, had ik nog meer. Oh ja, en ik heb 4 wijnglazen meegenomen, want die had ik niet meer. die heb ik destijds op de flat al een keer weggedaan. Maar omdat ik heel af en toe wel een wijntje meedrink weer, weinig, maar een glaasje vind ik af en toe dan wel lekker. 50 cent per glas. Dus ja, nou, volgende project wordt de zolder. Even kijken of ik daar van de week misschien een begin mee kan maken. Ja, als die klaar is, hoef ik alleen nog de kastjes van de badkamer even door te lopen. En dan... oh ja, de kist van Kai. Die speelgoedkist. Waar de kussens nu op liggen. Deze. Die moet ik wel nog even door, want er zit ook heel veel prut in. Verder heb ik alles, alles, alles gedaan. Elk kastje, elk laadje, dingen die nog los stonden. Alles is gedaan. En dat noemen ze de Swedish Death Clean. Je gaat dus opruimen, weggooien, zoveel mogelijk. Met ook in je achterhoofd, stel dat ik morgen dood ben en mijn familie, vrienden, weet ik veel, moeten al mijn spullen gaan opruimen, weggooien. Dat je zo min mogelijk troep achterlaat. Nou, met mijn kleding, idem, ik heb heel, heel, heel veel weggedaan. Er komen wat nieuwe truitjes binnen. Ik hoop dat ze goed zijn, ook qua kwaliteit. Want daar moet ik het voorlopig dan mee gaan doen. Die paar truitjes die ik nog heb. En de nieuwe truitjes die binnenkomen. Dat moet goed zijn. Want ik heb mezelf dus voorgenomen om... ja, dit wordt mijn basiskleding, zeg maar. En gaandeweg wil ik dan, als ik een keer denk, ik wil een nieuwe trui. Als ik een keer denk, ik wil een nieuwe broek of weet ik wat. Dat ik dan één ding kan kopen. En dan betere kwaliteit. Dus dan kan het iets meer kosten dan normaal. Maar dan gewoon één, hooguit dus twee dingen. Omdat ik gewoon in principe genoeg heb. En in principe goede kleding heb. Maar op die manier wil ik dan proberen om steeds iets betere kwaliteit in mijn kast te krijgen.
Dus het kan best zijn als ik een keer een trui koop, dat er weer een andere trui weggaat. En nou ja, zo wil ik het een beetje gaan doen. Zodat ik uiteindelijk een kleine garderobe overhoud waar ik genoeg mee kan en van goede kwaliteit. Nou, ik ga koffie drinken. Hallo, ik zie er niet uit. Weer. Maar we zijn klaar. Ik heb echt een hele volksverhuizing gehad. Mensen dachten gewoon dat ik echt aan het verhuizen was. Zoveel heb ik weggegooid. Let op, hè. Hier ligt niks meer en ik heb gestofzuigd. Oh, wat is dit? Mama. Eindelijk. Kijk nou, jongens. Dit is speelgoed. Wow, wow. Ik heb hier alles wat weg kan, heb ik weggedaan. Ik heb alleen nog wat foto's. En dat is het. Mijn nieuwe koffer. Dit is voor Coolbox. Ik heb hier winterjassen hangen en de tassen die ik wil houden. Want ik wissel nog wel eens van tas. Deze komt of op Kai's kamer of Arjen neemt hem mee. Zijn rolgordijn nog. Ja. Alles daar helemaal leeg. Ik heb waarschijnlijk lekkage, dus ik moet even woningbouw bellen. Daar alles netjes. Dat zijn de kerstspullen, de bench. Hier, dit spul ga ik nog proberen te verkopen. Dus een compleet bedje, kinderbedje. En mijn tennisspullen. Een extra matras, voor als we een keer een logeertje hebben. Een paar extra kussentjes, daar moet ik een keer sloopjes voor hebben. Maar... maak eens bommen! Maar het is gewoon... maak eens bommen! Oh my lordy, ja, wat er nu op de grond ligt. Nog een paar schoenen. Die lichten gaan nog weg. En deze die had ik nog weer. Die zaten nog in een doos. En het lampje moet nog even weg. Mijn pa is nu aan het spelen, dus... met de auto. Maar het is gewoon klaar. De hele zolder is gewoon leeggehaald en uitgezocht. En alles wat weg kon is gewoon weg. Weg, weg, weg. En dan zeg ik dit aan. Dit zijn allemaal foto's. Dit zijn foto's. En daar zitten nog foto's. En ook deels nog van mijn moeder. Ja, dat gooi ik gewoon niet weg. Het staat niet in de weg. Het is niet veel. Dit zijn lege doosjes die heeft mijn moeder ooit gemaakt. Gooi ik nog niet weg. Soms heb ik nog wel eens papierdingen of zo waar het misschien handig voor kan zijn. Dus ik bewaar deze nog even. Maar verder is alles weg. Alles, alles, alles. En hier heb ik de winterjassen dus nu hangen. En dan kunnen straks de zomerjassen. Dus, alles weg. Kerstspullen daar. Netjes, hè, Kai? Ja! Ja! En ik heb nog iets om te laten zien. Want Arjen heeft geholpen. Die heeft namelijk de schuur leeggehaald. Ja. Oké. Die heeft de schuur leeggehaald. En die heb ik inmiddels weer een beetje helemaal blauw. Daar is die. Die heb ik inmiddels ook weer ingeruimd. Nou, die stond ook... nou, stond niet heel vol. Maar alles wat erin stond, kon zo'n beetje weg. Deze stoelen heb ik verkocht op Marktplaats. Dat glijbaantje mag er ook bij, hè? Jawel, maar volgens mij heb ik helemaal geen reacties. Jongens, let op, hè. Let op. Tata! Een lege schuur. Dit is alles wat er nog staat. Barbecue spul. Nog wat bloembollen. Eén schaaltje nog, wat van mijn moeder is geweest. Ja. Ik heb zoveel weggedaan weer vandaag. Ook wat van haar is geweest. Hier wat tuingereedschap. En hier heb ik mijn vaasjes en zo neergezet.
En hier heb ik nog wat potten voor just in case. Mijn skates, want ik heb maat 36. Nou, Kai heeft nu al maat 31 of zo. Dus dat is nog even en dan past die ze gewoon. Dus ik bewaar ze. Zo vaak heb ik ze niet gebruikt, dus ze zijn hartstikke goed. Nou ja, hier er zit bijna niks in. Andere laadjes ook niet. Dat is zwemspeelgoed, emmertjes en zo. Dat mandje komt nog hier op Kai's fiets een keer. Of achterop, wat hij wil. Mijn fietsie. Alleen beide banden zijn hartstikke lek. Hier is het leeg. Oh, zo fijn. Ah. En spinnenvrij. En waar staat de zooi? Dat wil je niet weten. Let op, hè. Dit, jongens. Is dit alles? Waar is het bad dan? Oh, daar. Kijk, bad zit ook helemaal volgepropt. Dit alles komt dus van zolder en uit de schuur, jongens. Ja, het is ernstig. Ik weet het. Absurd. Absurd! Het is ernstig. Oh, wat fijn dat al die troep weg is. Och. Nou, en morgenavond worden deze stoelen nog opgehaald. Fietsje kan Kai nog wel even. Oh, die moet ook erbij. De bak. Misschien moet je hem even voorzichtig leeg, een beetje leger doen, dat je hem kan tillen. Nou, de batterij ging weer eens uit. Maar ja. Dus dat groene tentje buiten moet nog een keertje. Maar ja, er was nu en geen tijd meer voor en we hadden geen zin meer. Ik heb nog mijn extra gordijn teruggevonden op zolders, dezelfde als die er hangt. En die wil ik dus aan de andere kant gaan hangen, zodat ik ze in het midden kan openen. Want het is nu elke keer heel erg gedoe, omdat daar een bochtje zit. En daar kom je heel moeilijk omheen met open en dicht doen. Oh, heerlijk. Het is hier gewoon netjes en schoon. De laatste ditjes en datjes wegzetten. En mijn schoenen moeten nog even. Maar zoals je ziet, oh my lord, helemaal leeg gewoon. Niks oude spullen meer, alleen wat foto's. Ja, als ik nu dood zou gaan, hebben ze echt weinig werk aan ons huis hoor. Dus wat dat betreft, Swedish Death Clean is a fact. Deze moet even nog opgehangen worden. En ik heb dus hier dat had ik volgens mij laten zien. Dit zijn schoenen die ik heel af en toe nog draag. Heel weinig, zoals je ziet. Ik had al gezegd, volgens mij met dansschoentjes, hardloopschoentjes, extra sandalen en twee paar laarsjes. Nou, mijn slippertjes kunnen er gewoon bij. Zo. Oh, zo fijn. Gewoon nergens meer troep, jongens. Nergens, niks, noppes, nada. Ik heb gewoon in 3 of 4 dagen, denk ik, ik weet niet eens precies hoe lang, heb ik gewoon mijn hele huis van top tot teen. Alleen de keuken moet nog, maar dat doe ik als ze de keuken gaan vervangen over 3 weken. Dus alleen dat moet nog. En de badkamerkastjes. Dat is alles. Die heb ik kapot. Hij komt dus ook later, sorry daarvoor. Maar ik ben zo druk geweest. Het was geen doen om het allemaal te filmen. Want ik zou echt van hot naar her met mijn handen vol de hele tijd. Ja, dan zou ik heel veel beeldmateriaal hebben waar ik zelf niet eens op sta. Dus dat was geen doen. Oh my god, er is er een aan het wieën. Kai, je hoeft niet zo dichtbij, hè? Dus ja, ik heb het niet allemaal kunnen filmen, want het was echt geen doen. En ik ben wel zo, ik wil dan door.
Dus ja. Maar goed. Nou, nog één keer rond. Above the mountains, over the seas of deep, and if you have time, shine where darkness haunts me. It's in the past, I
for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. And you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. When I really come alive, oh, oh. When we touch is when I really come alive, oh. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Traffic lights.